De BEP heeft geen vijanden in de politiek. Dit zei BEP-voorzitter Ronnie Assabina gisteren in het verkiezingsprogramma van ATV. Hij zegt dat de BEP geen nee zou zeggen als ze benaderd wordt voor een gesprek om de nieuwe regering te vormen. Hij erkent dat zijn partij gesproken heeft met de VHP. Maar of de aanwezigheid van de ondervoorzitter van de BEP in het partijcentrum van VHP betrekking had op de vorming van de nieuwe regering, wordt niet bevestigd door Assabina. Je hebt altijd van enthousiaste leden die misschien ergens een vriend hebben, heeft. Of ook misschien, ja, maybe in dat geval een telefoontje heeft gehad. Kom, laten we even praten. You never know. Maar dat is niet de juiste weg, toch? Dat is niet de juiste weg, moet ik eerlijk toegeven. Maar is de juiste weg bewandeld? Dus ik weet niet wat u daarmee bedoelt. Hebben we hier een diplomaat? laat me concreet stellen. Ja. Bent u benaderd door de VHP? Dus we leven in Suriname. Het is meer regel dan uitzondering. Dat kort na de verkiezingsuitslag het contact onderling intensiever wordt. Ja. Dus om concreet in te gaan op uw vraag. We hebben contacten met de partijen die stemmen hebben behaald. Dus verkies er geen stemmen, zetels. Zetels. Stemmen behaald. Okay. Ja, zetels hebben behaald. Aha. Dus maar u wil niet concreet ingaan? Nee. Want ik heb u toch gemist op die persconferentie in de ANS. Waarbij toch partijen hebben een persconferentie belegd. Die partijen hebben zichzelf voor de verkiezingsuitslag en aangegeven dat de oppositie, althans de partijen, zich zouden bundelen. En ik denk dat met die persconferentie ze een uiting daaraan hebben gegeven. Assabina zegt dat de verwachting van de partij hoger lag voor wat betreft het aantal behaalde zetels. Ondanks dat heeft de BEP in deze verkiezing meer stemmen gehaald dan in 2015. Niet om wie dan ook onaangenaam te zijn, we hebben de partij overgenomen ergens in 2018. En de eerlijkheid gebiedt mij in te stellen dat de partij nagenoeg op haar rug lag. En we hebben keihard aan de weg getimmerd. En als we de uitslag in oogenschouw moeten nemen, vergeleken met BEP die deelnam in een V7-verband, ja. Dan zien we dat we zijn gegroeid qua aanhang, qua aantal uitgebrachte stemmen. Mm-hmm. Dus er is groei te merken in de partij. Die hebben zich niet kunnen vertalen in zetels? We hebben voor het eerst zelfstandig meegedaan aan de verkiezingen. Uh-huh. En ook niet met lege handen uit de bus gekomen. Het is historisch. Ronnie Assabina, voorzitter van de BEP. Hij sprak gisteravond in het verkiezingsprogramma van ATV.